We zijn steeds bewuster met ons eten bezig. Zo willen we bijvoorbeeld weten waar ons eten vandaan komt en richten we ons meer op biologisch eten. Nou ja, ook de supermarkten die gaan daarin mee. En ik ben gelijk even mijn boodschappen aan het doen, want ik krijg vanavond eters. Merle. Hi. Hey. Hey, hoe komt het eigenlijk dat steeds meer mensen biologisch gaan eten? Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten waar hun eten vandaan komt. En helemaal niet weten hoe het met de dieren gaat. Arbeidsomstandigheden of iedereen wel eerlijk betaald wordt. En ik denk dat wel steeds meer mensen dat willen weten en zich daarin gaan verdiepen. En hoe meer je weet, hoe meer je eigenlijk ook duurzame keuzes gaat maken. Want hoe wordt eigenlijk de kwaliteit van biologische producten gegarandeerd? Nou, iedereen die zo'n product als biologisch wil verkopen, die moet zich eerst bij een controleorganisatie aansluiten. En dan wordt eigenlijk elke stap in de keten wordt gecontroleerd. Nou, als alles klopt, dan mag je het keurmerk gebruiken. Nou, klinkt interessant. Ik was eigenlijk nog op zoek naar een lekker wijntje voor het avondeten. Oké, nou dan lopen we daar even naartoe. Misschien is dit wel een lekker wijntje voor je. Spaanse wijn past overal bij, maar vooral bij een lekkere pittige maaltijd ook. Nou, perfect voor de maaltijd van vanavond, dankjewel. Ja, want jij bent van de biologische voedselcoöperatie Odin, maar wat houdt dat eigenlijk in? Een coöperatie, eigenlijk een vereniging met gedeeld en gedragen eigendom. En alle leden die zijn dus mede-eigenaar van het bedrijf. En ons gezamenlijke doel is eigenlijk gezonde voeding uit gezonde landbouw verzorgen, maar vooral ook uit een eerlijke handel. Proef je eigenlijk ook dat het biologisch is? Ja, dat verschilt per product. Het is natuurlijk ook heel persoonlijk, maar bij allerlei producten zul je dat wel proeven. Bijvoorbeeld ook bij wijn zul je meer eigenheid van de producten ervaren. Als je wilt, hiernaast hebben we ook een restaurant, kunnen we eventjes gaan proeven. Nou Merle, dat sla ik natuurlijk niet af.